Moeder Anne hield Sharon's eetgewoonte als kind strikt onder controle. Ze worstelde zelf met zwaarlijvigheid en wilde niet dat haar dochter hetzelfde probleem zou krijgen. I wouldn't have believed if someone said that, you know, she's going to do that way after seeing me struggle for years and years. Constantly weighing myself.